Dames en heren, het is fijn om tevreden te zijn. Kent u die uitdrukking? Het is fijn om tevreden te zijn. Tevreden met het land, tevreden met de regering, tevreden met je vrouw of man, zoals sommige mensen zeggen, tevreden met je ouders en tevreden met de koning en koningin. Zo fijn om tevreden te zijn. Alleen zijn de tevreden mensen duidelijk ondervertegenwoordigd bij de publieke en commerciële omroep. Want tevreden mensen, die worden gewoon niet interessant gevonden. Hè? Terwijl tevreden mensen juist een voorbeeld kunnen zijn voor de ontevreden mensen. Dat lijkt me logisch. Misschien wel een fijn aandachtspunt voor de voorzitter van de NPO. Ik zit ondertussen hier naar een vlinder te kijken. Julia Rijksman. Hè? Een leuk aandachtspunt om niet alleen aandacht te schenken aan de ontevredenen. Wat er nu gebeurt. De woedende groeperingen in de maatschappij. Maar ook aan de tevredenen. En misschien moeten de tevredenen ook eens een politieke partij oprichten. Lijkt me wel een goed idee in de Tweede Kamer een partij van tevreden mensen te hebben. Tussen de partijen van de verongelijkte. Wat is het toch fijn om tevreden te zijn. En misschien moet u thuis ook eens gaan proberen om tevreden te zijn. Als je ontevreden bent, beseffen wat een geluksvogel je eigenlijk bent. Dat je in een vrij ruimdenkend en rijk land leeft. En niet meteen zeggen, dat is helemaal niet waar, dominee. Want het is namelijk wel waar. En dan ga ik even mijn aandacht schenken, omdat ik heel tevreden ben aan deze prachtige vlinder. Die toevallig het huis is binnengekomen. Midden in de winter. En die, kijk eens met een fijn cameraatje ook, waardoor ik hem helemaal zo kan observeren. Midden in de winter is hij binnengekomen in mijn werkkamer om hier misschien rust te zoeken. Of omdat hij ook tevreden is, deze vlinder. En je kunt hem dus nu naar buiten laten, maar buiten vriest het. Dus dan gaat zijn leven, dan gaat hij zijn leven zelf beëindigen. Of tenminste, de natuur gaat het leven dan beëindigen, omdat het buiten vriest. Maar hier heeft hij het nu nog. Hier geniet hij nog van het uitzicht. Dus terwijl je hem de vrijheid wil geven, weet je dat de vrijheid zijn dood gaat betekenen. En dat is weer een andere kijk op leven en vrijheid. Zo. Nou, ik ga nog even met mijn vlindertje door. Ik wens u een fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal met spekjes van de dokter. Dank u wel voor uw aandacht. Ja, je bent lief.